U hebt zojuist een gesprek gezien, zoals dat zich zomaar in allerlei families zou kunnen afspelen. Maar in één opzicht heeft familie het misschien niet helemaal goed begrepen. Onder de huidige regelgeving kan iemand als Dirk-Jan geen eens euthanasie krijgen. Dat is omdat de artsen die hem moeten beoordelen kunnen vaststellen dat hij nog steeds plezier in het leven heeft. Bovendien heeft hij zelf ook gezegd dat het nog geen tijd is om te sterven. Er zijn mogelijkheden voor hem om in een later stadium op basis van een wilsverklaring wel euthanasie te krijgen. Maar ook dan zal voor Axen onomstotelijk duidelijk moeten zijn dat zijn lijden ondraaglijk is.